beneden, beneden, omhoog, omhoog. Het zag er weer raar uit. Maar ja, maar ja. Hij stond niet goed klaar. Ja, lekker hoor. We hebben net eigenlijk potje Gun Game weer erin gesmeten. Stand-off, deze lobby, Infamous, die stond toen we erin kwamen al 15-1 of zo. Dus ja. Uiteindelijk ging je eigenlijk slecht nog, maar het is een YouTuber. Ja. Kijk maar. YouTube, Infamous, in gaming. Infamous met dubbel O. Ja. En nou, we gaan dus informatie geven over het Gun Game toernooi. Die eigenlijk mijn Gun Game toernooi, maar die samen met Twisted Fish gaat doen uiteindelijk. Ja. Je ziet waarschijnlijk deze gameplay op beide kanalen. Mijn kanaal, mijn gameplay, Fish kanaal, zijn gameplay. Ja, ja, niet voor DDG ranking, dus verder gewoon een potje Gun Game voor de gein. Dat soort Gun Game toernooi. We gaan dus nu spelen en daarna gaan we wat informatie stellen. Blijf lekker kijken en genieten onze gerage. Gewoon echt tandtoeskeren plek. Ik alleen, helemaal alleen. Helemaal alleen, helemaal alleen ik ook. Helemaal, alleen. In een hoekie. Oh nee, rechtsachter is eentje. Of zit jij in een hoekie? Ja, dat ben jij dus. Dat moet wel. Nee dus, dat was Infamous. Haha, je gaat daar niet winnen meneer. Nou doe King of Fish mee, oude YouTuber. Nou, dat is niet leuk dit, hè. Hey, nou, in Vemen, ja. En ik begin hier. Ik krijg de pleuris nu. Kijk, scuffjumper, jongen. Oh. Nou, wat is dat nou? Hij jumpt omhoog, hup, meteen killt mijn enkel. Van die shotguns af zijn, dan wil ik als eerste. Van die shotguns af zijn. Holy shit. Holy motherfuck. Nee, pauw, pauw, zo, pauw, even pauw, heel pauw. Snel muziek. Wat een mazzel. Oké, okay, dat gaat lekker. Oh. Dat ook. Nee, dat niet! Holy shit, man. Nee, 8 kills op rij, dood. Ik denk wel dat ze bovenaan zijn allebei dus. Waar staat hij? Oh my god, man. Oh, Paul is slecht, maar ik heb hem. Oh my god, man. Is dat nieuwe teksten? Nieuwe teksten. Tantoe, man. Ah, Bosman. Loop nou niet weg. What the fuck, Paul? Ja, achter me. Oké, kom. Ik kan dit binnen wel. Denk ik. Jongen, waar begin je? Staat hij nou te campen dan, die Bosman? Hij gaat echt een hoekje. Oh nee, faal van mij. Hij kruipt, man. Oh, wat een mazzel. Holy shit. Soms maak je echt net de verkeerde keuze waar je heen loopt. Ja, Chris. Als je gaat twijfelen, dan ga je dood. Ja. Zo simpel is het gewoon. Zo is het gewoon. Nou, huh? Oh ja, nee, KSG is across the map, is nieuw. Huh? Across the map, KSG, lekker hoor. Shit, ik loop precies om iemand heen. We lopen om elkaar heen te draaien. Om hem dus. En ik killt hem ook nog met een headshot. What the fuck? Nee! Geef die en ik killt hem nog een keer daarna. Ik heb er twee keer bij, twee keer bullshit. Ja, nou, ik kan wel, ja. Ik ga niet winnen, Vis, jij moet doen. Of zij bovenaan? Ja, ik zat bovenaan. Tuurlijk. Je weet toch ik ben? Pardon, Vis? Nee, ik niet hoor. Oh, ik loop gewoon langs. Ik zat daar binnen toch nog te campen. Jongen, ik ben met de crossbow bezig. Crossbow? Ja. Lang niet. Ja hoor man, kom op nou. Waar spawn hij? Nou ja. Huh? Die was demo. Nou, deze was echt demo. Dit is het allerergste ooit hier. Dit slaat echt helemaal nergens op deze game. Echt niet hoor soms. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat ik daar doorheen schoot. Nee, kom op nou. Hitmaker. Huh? Nee, Paul! Paul! Nee, dat meen je niet. Oh. Hij heeft nog tijd, Safan. Oh, faal, let op.
Nee, dit meen je niet. Kom op nou. Dat meen je wel. Die infamous, die schiet ik weer doorheen, hè, met mijn dingen. Kom op nou. Kom op. Ja, hè. Nee, kom op weer nou. Ik. Weer ik was het, hè. Nee, kom op nou, please, kom op nou. Dit kan niet waar zijn, dit. Hè. Nee. Derde? Door een genaai van jou. Hoe kan dat dan? Nou, hij heeft al 20-10. Ja. Ik heb een 6 stempel, je hebt een setbackje. 20-17. Gelukkig kleerleider dat jij vierde bent geworden, die verzuchter. Ik ben gewoon 7 minuten bezig geweest met de final kill. Ik had zo lang, hè. Ik had toch de crossbow zijn. Ik stond in 130 en zo, jij 190. Weet je wat er ook nadeel was, hè? Ik kreeg elke keer dat ik met die crossbow was, kreeg ik elke keer een launchers tegen. Ja, welkom bij ons gun game. En een gesnijd word ik van achteren terwijl ik hem kill. Oh, je ziet, gun game is puur op skill gebaseerd, is het? Niet dus. Nou, dit is dus de introductie van onze gun game. Nou, zo kan het dus gaan, hè? Nou, dit is een beetje een goed voorbeeld. wat een hufter. Ja, maar ik had een bezoek aan, man. Hoe moet ik dat doen? Ik moest je toch naaien? Nee, maar die knijven, dat was wel. Die paniek is zijn stem ook. Oh nee. Ja, nee. Zoek me, jongen. Nee, maar iedereen liep ook weg van me. Dat is ook een aandeel. En ik was gewoon klep. Nou, even doen jij het toernooi. Nou. Ja, wauw. Zo lig je eruit, zo meteen. Dus nou, ja, zo kan, leuk, je ook, zo kan je eruit gaan, hè. Ja, je wacht, hè, tot er een e-match komt. Gun Game 2015. Fish gaat zich bemoeien met waar hij wel goed in is. Nou, weet ik eigenlijk nog niet zeker. Met zijn schema. Fish gaat een schema maken. En het schema gaat hij dus... Nou, ik kan niet praten. Fish gaat een Excel sheetje maken. Zoiets. Ja, dat wordt dan een Excel sheet. Nee, Fish gaat een schema maken. We hebben 300 zoveel inschrijvingen voor de PlayStation 3. En de Xbox 360 hebben we er ook bijna 300, 280 of zo, geloof ik. Twist en Marathon bij. Twist en Fish en ik zijn de drie organisatoren van het toernooi. Dat merk je dus al, dat Fish nu bij is. Mijn ogen zijn meteen helemaal rood, dus ik jank van het lachen, maar uit. Mensen merken dit, het is gewoon maandagavond, nacht al. Ja. En ik ben nog steeds een beetje verkouden en alles en zo. Maar, nee, maar wij denken, nou, we gaan even een update fitje maken. Plaats dat ik op dinsdag werk te moeten doen, doe het samen, toch? Ja. En Fish, jij gaat een schema maken? Ja, ik maak een schemaatje. Ja, voor Xbox, nou gewoon eerst, we beginnen met Xbox, gewoon Xbox natuurlijk. Ja. Ja, en we gaan en, dus, nou vertel je maar. Hè? Ja, nou ik weet niet hoeveel mensen, wat had je nou, ja acht. Ja, we gaan in principe doen, ik had gesteld, we doen er drie door, maar we gaan het toch, we hebben het overlegd met z'n drieën. Jij, Twist en ik, een paar dagen geleden zeiden al, het is echt te veel als het drie door. Nou, het ligt eraan een beetje aan het schema. Kijk, als ik met een, als ik bijvoorbeeld doorga dat je de laatste 64 hebt, snap je? Ja. Dan kun je een makkelijke schema aanhouden, 64. Maar als ik er 72 over heb, ja dan moeten er acht we doen waarschijnlijk weg dan. Want dat duurt er nog veel te lang. Twee per speelsessie, dus drie matches. En je krijgt bijvoorbeeld, wat ik al zei, 8 punten als winnaar. Ja. 6 punten voor de nummer 2, et cetera. Nee, je kan toch gewoon omdraaien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, want ik vind dat de winnaar een bonuspunt krijgt, omdat ik die final kill moet maken. Dus ik vind... Als je hebt, ja, dan doe je 9, dan neem je 9, 7, 6, 5, 4, anders 3, kan iemand sneller doorgaan, daarom leg ik dat aan de kijkers uit. Iemand kan sneller doorgaan die dus geen overwinning heeft, die drie keer tweede wordt, wat al goed is. Maar hij heeft geen één zo'n sessie gewonnen. En iemand die dus derde eerste wordt, die pakt meer punten door die eerste plek die denk ik pakt. Ja, maar dan kun je ook 9 of 10. Nee, want de nummer laatste heeft gewoon geen punten. Die, als je laatste wordt, heb je gewoon 0 punten aan het einde. Ja, oké, dan doe je dus 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, want je speelt met 8 mensen in een sessie. Oh ja, oké, okay, dan heb je 2 en 0. Nee, toen niet. Je speelt er met 2, je hebt 8. De nummer 1 heb ik 8. Dat weet ook. Nou, luister. Nummer 8 heeft dan 0. Ja. Nummer 7 heb dan 2 nee, punten. De nummer 1 heb gewoon 8 punten. Nummer 2 heb je 6, 3 heb je 5. Hè? En dan ga je 4, 3, 2, 1, 0. Dan heb je 8 wel. Dat kan ook, ja.
Ja. Nee, alleen de nummer laatste heeft gewoon geen punten. Dan komt dat je de ene punt overslaat, dat je boven staat. Maakt het niet uit, je kan het ook met 10 punten doen. Nummer 1. Nee, maar met 8 kan je 24 punten halen per speelsessie. Dus je ziet, we hebben het heel goed van tevoren overlegd ook. Het is heel duidelijk. Nou, oké, ja, maar dit is toevallig dat we het erover hebben. Dat, serieus, daar denk je eigenlijk niet aan in eerste instantie. Maar je lult maar even. Ja, we gaan dus twee mensen waarschijnlijk doorlaten. En dan, we gaan van de week al een oefensessie houden. Dat is dus nu niet met deelnemers. Dat wilde ik eerst wel doen, heb ik ook gezegd. Wil je daar meedoen, geef je op. Maar dat doen we niet. Dat is niet eerlijk voor de rest van de mensen die meedoen. We gaan het gewoon doen met een paar YouTubers. Fish en ik gaan daar niet meedoen. Wij gaan het becommentariëren. Wij zullen ook voornamelijk het commentaar gaan geven elke avond op de matches. Zeg maar. Ja. Björn zal een keer een gastdingetje doen en ook meedoen en zo. Moeten kijken hoe we precies gaan andere... doen. Maar Björn is natuurlijk lastig dat hij dus voor het Nederlands niet zo heel goed verstaan. Wij verstaan hem heel goed, maar wij zijn... Nou ja, hij heeft wel een goede mic nu, gelukkig. Ja, nee, maar gewoon... dat is wel beter. Dat, ja, maar ja, hij speelt wel. Hij spreekt Hebreeuws in plaats van Nederlands. Dat is gewoon... Hij spreekt Belgisch. Nee, hoor. Allee. En die gaat helpen. Er zijn dus drie mensen die het toernooi betrokken zijn. En Erik, die heeft mij dus Black Ops 2 gegeven voor de PlayStation 3. Die is eigenlijk ook betrokken. Nee, dus Fish, Björn en ik zijn de aanspreekpunten op Twitter voor het toernooi. Je krijgt een bevestiging in mail. Waarschijnlijk gaan we dat doen naar iedereen. Maar je kan ook zien of je... Iedereen vroeg aan mij, hoe kan ik zien dat het aangekomen is? Zo, ja, in de verzonden items, als jij geen foutmelding hebt, dan is het mailtje aangekomen. Het is kinggungame@hotmail.com. Hij zal hem hier nog even erbij zetten. Ook Fish zal hem ook in zijn beschrijving zetten. En misschien eventjes erin editen dat het continu in beeld is. Ja. KingGunGame@hotmail.com. Als het aan mijn hoofd hoor, is dat KingGunGame. Als die ziet niet van beeld staan. Dat is het mailadres. Ja. Ik dacht KingGunGame. En daar moet je gewoon heen. Als je daarheen gestuurd hebt en je hebt je... Belangrijk is, ik zei vorige keer Twitter, maar ik bedoelde je Skype. Je Twitter mag ook vermelden, maar het liefst Skype moet ik hebben. En je gamertag. Hebben we nou trouwens welke, nog een, hebben we trouwens nog een uiteindelijke datum wat de inschrijving hebben? Nee, na deze video doen we nog na die speels, de oefensessie, zeg maar. Hoe het, en dan kunnen mensen allemaal zien hoe het allemaal gaat, hoe het commentaar gaat en zo. Dat nou, doen we kunnen ook gewoon zeggen, zaterdag 10 mei. Ja, maar dat is te laat, hè? Dus ja. Hoezo, dus over anderhalf week? Ja, 10, oké, wat gaat hier weer? Zaterdag 10 mei, oké. 2015 bedoel je? 2014. Oké. Oh, foutje, ik kijk een verkeerde maand. Nee, dat is zaterdag 7 juni, sorry. De allerslechtste toernooivideo ooit gemaakt, denk je weten. Ik kijk op die klok, je kalender toch. Ja. Nee, maar zaterdag 7 juni. 14 mei, ja? En is te laat, ben je geen probleem. Nee, ja. 14 juni, maar dan zit ik in Amerika. Nee, 7 juni, 7 juni. Zaterdag 7 juni. Ja, dan moet zondag 8 juni ben ik in Amerika. Ja, ja, dan stoppen we dan inschrijven. Dat is toch mooi, toch? Doen we. Zaterdag... 7 juni om 7 uur 's avonds. Ja, dan start de inschrijving en dat is zowel PlayStation 3 als Xbox. Gaan we alles opzetten voor beide consoles meteen. Ja, wordt heel vet. Je zal de oefending is voor Amerika, komt er een oefending online. Als ik terug ben van Amerika, gaat het toernooi in één keer starten. Dat is meteen al een paar dagen daarna en dan gaat het echt achter elkaar door. Dus dat betekent dat als jij in Amerika zit, dan mogen wij... Een beetje voorbereiding, een beetje. Maar dat zien we hoe dat doen. Maar we zullen niet meteen starten. Ik bedoel niet, ik ben de 13e terug en het WK is ook. Dus we zullen niet elke avond dat online moeten gooien, want het WK is ook... Mensen moeten er ook van uitgaan, het toernooi duurt gewoon echt 2 maanden of zo. Dus niet zo even aflopen, maar het is hartstikke leuk. Als je door bent, is het natuurlijk fantastisch. Dan weet ik je over een paar weken weer moet spelen. Want ik denk, het zit wel wat tijd tussen. En dan, wie wordt de beste gungamer op de Xbox en op de PlayStation? Je ziet het net hoe het potje ging. Ja, het is ook gewoon meer voor de fun. Het is, gaat soms gewoon nergens over, dat ik gungamer. Nee. Je hebt er ook DDG dingen opgenomen, kun je het ook zien van de week. Dat, ja, dan win ik ook weer. Bijvoorbeeld de Fishy gaat ook weer voor het gevoel goed. En je raakt gewoon niks soms. Dat is zo random allemaal. Maar, dat was hem. Yep. Dus ja, dat was hem. Via Twitter, kan ook via Fish. Dat is nu dus gewoon definitief doen mensen al, maar Fish, mij en Björn. Nou, wel één duidelijk. Gewoon voor je inschrijving echt duidelijk. Gewoon echt het hotmailadres. En niet dat... Jezus. Ja. Als ze niet liken, ik geef ze gelijk. Gewoon. Ik vind dat je ooit, hè, getwijfeld hebt om mij een dislike te geven als goede sub, dan zeg ik nu ja. Ja, doe maar gewoon, waarom niet? Het is toch een slechte video. Oh, what the fuck. Maar ja, maar in ieder geval één ding, niet reageren. Je mag wel reageren onder mijn kanaal natuurlijk, maar ik bedoel, niet zeggen van ik doe mee. Onder mijn kanaal. Onder deze video, op mijn kanaal. Maar je mag wel reageren, maar ik bedoel, je moet een mailtje sturen naar het hotmailadres van Paul. Want anders is het wel een beetje lastig als ik ook inschrijvingen krijg. Nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon naar King Gun Game, we zetten ook in de beschrijving. En even een dingetje, annotatie zo. KingGunGame@hotmail.com. Niet.nl, ik heb normaal vaak .nl, maar benieuwd is .com. En, tijd doet nou wel weer Google. Nee, Hotmail. Ja, mensen kunnen het gewoon zien. Kijk het gewoon. En als je al ingeschreven bent, niet nog inschrijven, dan wordt het ook een puinhoop. We gaan ervan uit dat je ingeschreven bent. En ook niet bijvoorbeeld dat je één keer heet
Timothy en dan vond ik inschrijven Tim. Nee. Dan is het ook wel een beetje lastig. Waarom? Zeg, ja, dat is, ja. Het is net zo verwarrend als deze video dan. Dat is een beetje lastig. Dus probeer het allemaal eens eraan te gaan. Wat moet je trouwens achterlaten? Wat is... Dat komt er zo lekker uit. Ja, wat wil je zeggen dan? Nee, ik bedoel, je moet lachen half. Huh? Nee, maar ik bedoel, je moet je Skype geven, je mailadres, nou dat stuur je mee, dat is op zich wel handig. Maar doe het ook bij gewoon even voor de makkelijkheid trouwens, je mailadres. Je mailadres, dan toch geen mailtje binnenkrijgen? Nee, maar gewoon, dat is makkelijk als je erin staat, dan kun je kopiëren uit. Dan zit je echt met je kopiëren met uit Gmail en dat soort dingen, zeg je dan. Kan het zijn, ja. Okay. Maar in ieder geval, je naam, achternaam. Nou, klaar. Ja, op welke console je speelt, op je console, welke console je speelt is ook wel handig. Ja, dus dat moet je wel vermelden. Die Gamertag, de PSN of PSN. Dus of Xbox 360 Gamertag, dus ja, dat is wel handig op zich. Je mag erachter zetten, 360, mijn lampje gaat over zo naar de lullen. Jumpet valt uit en zo, maar oké. Nou, verder niks bijzonders. Ik weet niet of jullie wijzer zijn geworden uit deze video. Check de beschrijving. Check de beschrijving gewoon. En het gaat om, Het gaat allemaal komen. Na Amerika gaat het echt van start, maar voor Amerika komt er nog een leuke video online. Meer info ook en nog een leuke video. Dat we een test doen met gewoon een paar YouTubers. En een fishing doet commentaar. En dan zie je ongeveer hoe het gaat worden. Dat is leuk. Dan kunnen mensen zien hoe vet het gaat worden als zo'n aflevering van een half uur echt online gaat komen. Hoe vet dat is. We gaan het dus niet live streamen. Omdat je denkt het leuker is. Het wordt saai. Je kan natuurlijk niet geen interactie met het publiek. Maar het is ook iets anders. Iedereen gaat het live streamen. Wij gaan niet live streamen. Ja. Ook van mijn DDoS. Ik kan het helemaal uitlopen. Hebben we geen zin in. Gewoon opnemen met z'n allen. Huppakee. Krijgen we Olaf hier voor DDoS, baby. Ja. Hoe ging het dan wel? Ik ben een loser. Dat was bijvoorbeeld bij mij. Ja. Ik ben een DDoS baby. Zoiets even. Dat was al een tijdje geleden. Thanks for watching deze hele rare video. Ja, maakt niet uit. Gun Game ging ook lekker. Fishy, knife. En likes natuurlijk geen dislikes of geintje. Gewoon likes bij de kanalen. Laat zien dat jullie echt zin hebben in het Gun Game. Op mijn kanaal had ik... Ja, Paul, 1500 likes, duizend. Ik moet niet moeilijk. Ja? 1000 likes. Maar wel 1000. Echt 1000. Ja, en bij Fish maakt juist de eerste keer dat hij dit... nooit ding op zijn kanaal krijgt. En hij doet een keer mee, het is een puinhoop deze video. Dus verras me. Hem maar 500 dislikes. Nee hoor. Verras me. Bij hem 500 likes of zo minimaal, moet toch kunnen? Ja. Nou, in ieder geval 350 of zo, 400. Toch? Ja. Duidelijk zijn dat je hem ook zin in hebben dat hij meedoet. Misschien vindt ze wel niet leuk dat jij meedoet, hè? Dat kan ook. Nou, allemaal te langdradig, bij de 20 minuten van de S over. Oké. Kijk eens, like it. Bye bye. Gun Game toernooi.